Yo, een nieuwe video. In deze video ga ik een verlaten theatertje / bar / hoekkot gaan ontdekken. In de locatie zelf wisten we niet zo goed wat het eigenlijk was, waar we precies zaten. We vonden het zomaar tijdens het fietsen. De echte OG's gaan nog weten dat ik een video heb gemaakt dat mijn camera kapot was. Dat is deze video. Kort gezegd, in die locatie was ik aan het filmen. Ik gaf mijn camera in het donker aan Noah. Ik dacht dat hij hem vast had en toen viel hij op de grond. Uiteindelijk is het nu gefixt. Let's go! I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind, when love's so hard to find. Your feelings changed like the weather. If I stay. We gingen naar binnen in de locatie en de adrenaline die stroomde al door ons lichaam. I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Yo. Ik zit hier in een verlaten theatertje. De zetels staan hier nog. De grond is wel een beetje vervallen en het plafond ook een beetje. De doeken hangen nog op, waarbij de operazaal zo open kon gaan. Of de theaterzaal zo dicht kon gaan. Het is raar om te beseffen dat er hier like 40 jaar geleden mensen hebben zitten feestvieren en drinken en kijken naar het concert dat hier afspeelde. De locatie was in ieder geval een multifunctionele zaal waar er bijvoorbeeld een concertje kon gegeven worden waar strippers dansten, gewoon bedoeld als theatertje kort gezegd. Ik kon eigenlijk niet zoveel informatie terugvinden over de locatie, maar wat ik vermoed is dat de locatie leeg staat sinds het jaar 1996. Op een gegeven moment vonden we ook een tampon, dus dat deed ons ook al meer denken dat het een stripclub was of iets in die richting. I will be so strong. Dit was echt enorm schrikken. We wandelden op de trap naar boven en opeens, ik verschoot me dood. Ik keek naar mijn voeten, want ik hoorde allemaal vliegen van daar komen. Daar lag er gewoon een dode kat. What the fuck? What the hell? Ja, de ronde zetels die je duidelijk kunt zien, dat kenmerkt ook echt wel zo dat je een beetje gezellig zit. En de patroontjes erop zijn ook wel tof. Een beetje kapotte plafond. Sociale actualiteit. Dat is een programma voor wat er hier zich afspeelt. Kun je hier zo tappen. Een drankje inschenken. Oeh, dat er hierin ligt. Nog een tampon. Oké, dat was de video. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Voor de duidelijkheid, ik heb geen vast uploadschema. Nu ga ik eigenlijk gewoon uploaden wanneer ik een video af heb. Bedankt om te kijken naar deze video.